Ja Karel, uh, 2-0 thuis winnen van uh, Kortrijk, ja dat is, dat is uh, fantastisch. Ja absoluut, maar ik denk uh, vooral de manier waarop we gevochten hebben. Ik denk dat het uh, bij momenten uh, moeilijk was om te voetballen, maar ik denk dat we, uh, ik denk dat we echt uh, onze kop ervoor hebben gegooid en dan gewoon geprobeerd uh, te voetballen waar het kon. En dat is eigenlijk perfect gelukt vandaag denk ik. Spelen het ook uh, in het voordeel van Lierse dat we al na enkele minuten op voorsprong kwamen? Maar dat is sowieso een voordeel. Maar ik denk dat we zelfs uh, daarna nog kans genoeg hebben gehad om, om het af te maken. Ik denk ook dat we de beste ploeg waren. Uh, zeker ik denk, de laatste 25 minuten hebben we echt genoeg kans gehad om, om nog uh, meer dan twee doelpunten te maken. denk ik. Nogthans zat Kortrijk met Santini, een van de topscorers in, uh, in België lopen. Maar ja, die vingen jullie heel goed op. Maar ik denk dat we gewoon allemaal ons job hebben gedaan. Ik denk van de eerste tot de laatste heeft de, iedereen er 100% alles aan gedaan. En dat is geen verwacht. Uh, en, en als we zo blijven werken, als we zo blijven samenspelen, dan denk ik dat dat niet de laatste overwinning is. Dan denk ik dat er nog heel veel mooie momenten gaan komen deze jaar. Nathan Goris, uh, ja, heel veel heeft hij niet moeten doen, maar de ballen die hij moest pakken, ja, dat, deed hij, dat deed hij heel, heel vaak. Oh, ik ben heel content voor Nata. Ik denk dat, uh, dat iedereen weet, uh, bij de spelers ook bij, bij mensen van, zijn, van de entourage, dat hij, dat hij heel veel talent heeft. Dat hij echt een, uh, een fantastisch gast ook in de kleedkamer. Dus uh, dat zijn mensen die je dat, die je dat 100% kunt. Hij traint er hard voor, hij doet er alles voor. En dan uh, die, die goal in Brugge, daar werd een beetje hier en daar zo, uh, zo, uh, gesuggereerd van het zijn fout. En als je dan zo kunt reageren op het veld, dat vind ik fantastisch. Voor jou persoonlijk was het natuurlijk ook leuk. Je viel in uh, na de rust en ja, terug. Terug een debuut voor Liers, dat, dat, dat was lang geleden. Nee, dat is fantastisch, uh, fantastisch gevoel. Uh, ook omdat het direct redelijk goed om te lopen, dus uh, ik was heel content. Uh, om, om op de rechterkant samen met Wambi te spelen. Uh, dat, dat liep direct heel goed en ik ben, ben heel content ermee. En ook de sporters ja, waren er duidelijk ook heel content mee. Maar dat doet mij gigantisch veel plezier. Het is, het is toch, uh, toch een raar gevoel zo, na een lange tijd terug hier, hier komen spelen. Maar dan, dan merk je dat die, die, die passie en die beleving is nog altijd hetzelfde is, zoals, zoals in de hele goede tijd vroeger. En, en wie weet, uh, kunnen we teruggroeien naar, naar iets ongelooflijk mooi. Tony Watt die maakt ook zijn debuut vandaag. En ja, wat voor een. Dat ja, is een fantastische speler. Het is een speler die, die speelt op, op instinct. Uh, heel groot talent. Uh, het is alleen soms uh, nog, nog weten wanneer speelt en wanneer niet. Maar ik denk eh, dat hij absoluut iets gaat bijbrengen aan deze ploeg. Ik denk, uh, maar dat is ook niet de enige instinct. Ik denk dat we, dat we heel veel spelers in de kern hebben uh, die, die mensen ook nog niet gezien hebben, die, die ook het verschil kunnen maken. Dus ik denk dat ze heel veel jonge, jonge talenten heeft. En die moeten we koesteren en we moeten gewoon allemaal samen uh, um, gewoon naar boven kijken. Op voorhand werd er gezegd dat je normaal gezien zou worden uitgespeeld centraal in de verdediging. Ja, nu, nu werd je min of meer gedwongen, is een groot woord, maar uh, door, door, uh, door de blessure van Jäger moest jij dan toch uh, op de bak spelen. Maar ja, dat viel, dat viel zeer goed mee. Maar dat is ook in principe mijn, mijn favoriete positie om, om daar te spelen. Maar ik zeg het, ik heb van het begin gezegd, ik ga spelen waar de trainer vindt dat hij me nodig heeft. En daar ga ik gewoon 100% alles aan doen om ze zo goed mogelijk te spelen. Maar ik ben wel tevreden. Niet door de manier waarop, want je gunt niemand een kwetsuur. Je gunt niemand het feit om eraf te moeten mee kwetsuren. Maar ik ben wel content dat ik daar heb kunnen debuteren. Ik denk dat het, dat het vandaag eerlijk lekker liep en daar ben ik content mee. Volgende week spelen we bij Anderlecht, maar eerst is er woensdag nog de bekerwedstrijd in, uh, in Lommel. Dat is misschien voor jou ook nog een beetje speciaal. Maar dat blijft maar komen. Hè. Ik denk, uh, <laughs> nu, nu gaan we met Liers naar Lommel. Uh, um, dat is ook een ongelooflijk toeval dat we die trekken uit de beker. Dus dat is ook uh, nog eens een weerzien met de mensen daar. Dat is ook gigantisch lang geleden dat daar geweest. Uh, ik denk sinds ik de weg ben gegaan nooit meer geweest. Dus dat is ook wel een blij weerzien. Hopelijk kunnen we daar terugkomen met een ronde verder. En dan kunnen we gewoon naar Anderlecht zien. En ik denk uh, door deze drie punten kunnen wij gewoon in Anderlecht uh, ons eigen spel gaan spelen. Moeten wij niks, uh, niks, niks, niks speciaal gaan doen. En kunnen wij gewoon uh, zo goed mogelijk gaan spelen en, en proberen punten te houden. Oké, okay, bedankt.